Het MCL is een groot centraal ziekenhuis in Friesland die veel mogelijkheid biedt tot opleidingen en ontwikkeling op persoonlijk vlak ook. Die helpt jou aan een fijne werkplek. Het mooie van mijn werk op intensive care vind ik dat het een erg dynamisch vak is. Het is hollen en stilstaan eigenlijk. Er zijn momenten dat het rustig lijkt, maar dat kan ook in één keer omslaan in een acute en een hectische situatie. En dat is het mooie. Mensen komen altijd onverwachts binnen en mensen komen ook vaak binnen op echt wel een van de moeilijkste momenten in hun leven. En als je op dat moment er voor iemand kan zijn en dan soms ook nog echt het verschil kunt maken tussen leven en dood, ja, dat maakt voor mij mijn werk wel uniek. Ik denk dat de rode draad is dat je moet beseffen dat mensen altijd onverwachts bij ons terechtkomen. En dat je dus naast je medische handelen ook een stuk empathie hebt. In een hectische situatie moet je de knop omzetten en dan moet je er een keer zijn voor elkaar. En dan vaar je op kennis die je hebt en dan moet je acuut handelen. Ik denk dat men met z'n allen hier één taak heeft, het beter maken van de zorg. Er is een hele goede sfeer in het team. We doen ook geregeld eens een keer aan teambeelden, dus bepaalde uitjes en dergelijke. Dus we staan voor elkaar klaar. We zijn collega's, maar soms voelt het ook wel een beetje alsof we één grote familie zijn. We hebben sowieso veel scholingsdagen, veel bijscholingen. En op die manier probeer je gewoon altijd welvarig te blijven in, in de dingen die je doet op de afdeling. En om zo je deskundigheid ook te behouden. Het is gaaf om van al die apparatuur om daar uiteindelijk een conclusie aan te verbinden. Dus dat je zegt van ik pak van een paar getallen van die monitor, een paar getallen van die monitor en ik zie dat er wat aan de hand is. Ik zie dat er wat verandert, dat er wat gebeurt en dat ik dat als eerste signaleer, dat is gewoon hartstikke gaaf. Ik ben er wel trots op om hier te werken en ik voel me hier thuis. Dus ik werk hier met heel veel plezier.